elke keer de finale van de Champions League spelen, ja. Elke dag weer. Wij proberen hem nu vanaf nu elke avond te winnen. Waar is die liefde begonnen voor het koken? Leuk dat je kijkt naar In Gesprek Met, een programma waarin we het hebben over horinezen en horenaars in het nieuws. En we praten over dat nieuws. Tegenover mij Mike Klaassen, nog net geboren in de vorige eeuw en nu 25 jaar. Leuk dat je er bent, Mike. Dank je wel. Met die 25 nu chef de cuisine bij Gilles Bleu, ja, in Amsterdam. Ja. Hoe kan dat zo snel? Ik denk dat het een stukje mazzel is en de juiste timing is. Mooie plek en ik denk dat het heel belangrijk is dat je de juiste mensen kent en op die manier erin rolt. En je bent natuurlijk goed om het te doen. Tenminste, goed genoeg. Veel goed ervaring. Genoeg, dus, ja, veel ervaring, ja, opgedaan. Maar nogmaals, je moet wel het vertrouwen krijgen om zo'n positie te bekleden op deze leeftijd. En ook een goede rugtas gevuld hebben met ervaring. Ja. Dat doe je samen met Arjan Speelman. Ja. Hij is de executive chef, zo heet dat geloof, ja, ik dan. Ja. En jij bent dan die chef. Wat is het verschil dan? Nou, hij is uiteindelijk de executive chef van Okura Hotel en ook van Gilles Bleu. Dus we gaan het samen doen. Dat is eigenlijk de basis. Hij is de eindverantwoordelijke. Ik ben zijn rechterhand. Zo zien we het. Ja. En we willen eigenlijk samen een team gaan vormen om wat we al doen nog beter te maken. Ja. Het restaurant heeft 2 sterren. Ja. Voor de mensen die dat niet weten, wat betekent dat? 2 Michelinsterren zijn dat, hè? Je hebt er 1, 2 en 3. Ja. 2 is, nou, het is zeer bijzonder. Zeer bijzonder en 3 is uitmuntend. En 1 is eigenlijk de moeite om langs te gaan. En we willen natuurlijk het best haalbare van wat er mogelijk is van Michelin. En dat is uiteindelijk natuurlijk de ambitie is om 3 sterren te gaan halen. Ja? Ja. Dus het is eigenlijk elke keer de finale van de Champions League spelen, ja, elke dag weer. Ja. En wij proberen dat ook en dat, wij proberen hem nu vanaf nu elke avond te winnen. Ja. Waar is die liefde begonnen voor het koken? Die is heel jong begonnen bij restaurant Lucas Rieven in Hoorn. Ook een West-Fries die mij de fijne kneepjes van het vak heeft mogen leren. En eigenlijk mij altijd heeft begeleid in mijn carrière. En die is heel belangrijk voor me geweest. Puur om ook de stappen te nemen in de juiste richting. En dat is heel fijn geweest. Maar hoe kom je daar dan terecht? Wil ik nemen aan dat je dan eerst een vooropleiding doet? Of dat je eerst wil, je gaat niet zomaar opeens in een restaurant werken, of wel? Nee, je begint in Avas, onderaan. Ja? En je gaat eerst borden afwassen waar het eten op geserveerd wordt. En als je dan een klein beetje interesse toont, dan mag je ook nog wel eens een chanterel schoonmaken in de achterkant van de keuken in de afwas. Een chanterel? Een paddenstoel. Oh, ja? En zo groei je erin. En als je dan doorvraagt en gemotiveerd blijft en de stoute schoenen een keer aantrekt, zou ik een keer mogen helpen in de keuken, dan dan gaat denk ik elke chef daar wel voor om die kansje te geven en je uit te laten groeien naar wie je wil worden. Maar je moet uiteindelijk, bedoel, die liefde moet er dan al in zitten. Bedoel, dan ben je nog zo jong, hoe weet je dan al dat je dat wil? Bedoel, nou, kookt je moeder al heel lekker of zo? Of dacht je van, waar komt dat dan? Nou, het is de liefde voor het vak. Creatief bezig zijn. Ik vind eten zelf heel erg belangrijk en heel erg lekker. Ja. En creatief bezig zijn vind ik geweldig. Dat kan ik uiten in de keuken. Ja. En dan smaakcombinaties maken waar niemand over nadenkt. Dat zijn de grootste dingen die je kan doen. Ja. En toen ik klein was, toen altijd appeltaart bakken met mijn moeder. Ja. En ja, de beste appeltaart van de wereld zeker? Voor mij wel, ja. Wanneer heb je voor het laatst gebakken? Voordat ik naar Amerika ging, zeker. Okay. En mijn moeder bakte dan nog steeds hetzelfde. Ja. Dus toen we terugkwamen uit Amerika, stond hij weer klaar. Ja. Als je zo opgroeit, dan wordt het een beetje met de paplepel erin gegoten. Ja. En als je dan nog begint in een zaak zoals Lucas Rieven die heeft opgezet, dan is dat natuurlijk een droom die uitkomt. Wat heeft hij dan bij jou geraakt, waardoor je zeg maar, nou ja, de liefde voor het vak verder ontwikkelde? Nou, ik denk dat hij bepaalde dingen prikkelde en ook zijn doorzettingsvermogen en zijn streven van altijd perfectioneren. En ook altijd, elke dag kan beter. Ja. Het is nooit genoeg. En dat vond ik zo gaaf, de mentaliteit van het kan altijd beter. Dat ik eigenlijk nog meer het liefde voor het vak ben gaan ontwikkelen. Ja. En dus je begint in de afwas en uiteindelijk eindig je dan, sta je eigenlijk naast hem achter het fornuis, heet dat geloof ik. Ja, hè? Zeker. Ja. Ja. Dat waren de laatste weken die ik bij Lucas Rieven toen heb gewerkt. Voordat ik naar Amsterdam ging, stond ik naast hem. En dat was eigenlijk vanaf jongen toen ik daar begon, de droom om naast hem te mogen staan. Dus dan sta je daar trots dat je denkt van kijk, ik sta hier naast hem. Natuurlijk ook als 2-sterrenchef is hij natuurlijk ooit begonnen. En toen nou met dus Lucas Rieven 1-ster. Ja. Gewoon een hele groot icoon voor de Nederlandse horeca. En als je daar dan naast mag staan als jong broekie die net aankomt kijken. Wat hij doet en hoe hij is, dat is natuurlijk geweldig. Je zegt al, toen ging je naar Amsterdam? Ja.
Toen ben ik naar Libera Sjusje gegaan, wat nu het Spectrum is. Ja. Daar heb ik 2 jaar mogen werken in de patisserie en de garde, dus de koude kant als het ware van de keuken. Ja. Ja, fantastische tijd gehad. Heel veel geleerd. Heel hard moeten werken, maar ook heel veel geleerd. Tijdens mijn toen zat ik ook op school, toen deed ik mijn niveau 3. En daar heb ik me wel ontwikkeld als chef, als het ware. Ja. Is het zo dat je komt daar natuurlijk terecht, omdat je natuurlijk bij Lucas in de keuken stond? Ja, dus, en die kent natuurlijk dan de mensen dan weer, want dat wereldje kent elkaar. Dus zo zeg je van, goh, ik heb iemand die... Daar stond Lucas niet echt heel bekend om. Hij gaf je het advies, maar je moest het wel altijd zelf doen. Ja, nee, oké, maar ze hebben natuurlijk wel... laten we zeggen, dan met de ervaring bij Lucas kom jij natuurlijk dan ook binnen bij... Toen Libreij zusje. Ja, klopt. Ja. Zelf gesolliciteerd. Hij zegt, Matt, je moet naar de grote stad. Ja. Hij zegt, Horen is veilig. Ja. Hij zegt maar, neem de stap en ga naar Amsterdam. Ja. En toen en nog meer in andere keukens in Nederland gewerkt ook? Ja, ik heb ook bij het Nonnetje gezeten in Harderwijk. Ja. Ook een mooie tijd gehad. Daarna ben ik naar Chaubleu gegaan. Ja. Dus waar ik nu weer terug op het oude nest ben. Daar heb ik 1,5 jaar mogen werken. En ook tegelijkertijd de Bocuse d'Or gedaan. Dat is? Een van de grootste culinaire wedstrijden die er is. Wordt ook wel de Olympische Spelen genoemd van koken. Ja. Daar was ik de commis van Lars Dros. Dus Lars Dros was de kandidaat. En ik was de commis, dus eigenlijk... De commis is iemand die hem helpt. Die hem assisteert in zijn doen en laten. Ja. Dus dat was een wereldervaring. Heel veel mooie dingen gedaan. Heel veel mensen ontmoet. Dus een heel nog groot netwerk opgebouwd door die wedstrijd te doen. Prachtige tijd gehad toen. En dan komt opeens de kans... Om naar Hongkong te gaan, ja. Oh ja, Hongkong zat er ook nog tussen natuurlijk. Ja, ik wilde al naar de French Laundry. Nee, maar we hebben Hongkong ook nog. Er is een aanleiding geweest mijn droom was altijd om naar het buitenland te gaan. Ja. Die had ik eigenlijk opgebouwd toen ik bij Libreij Sjusje werkte. Ja. Puur om mijn kennis en kunde te verbreden. Het is heel belangrijk om, als je jong bent, denk ik, zoveel mogelijk zaken te zien. Niet maar een jaartje. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je een bepaalde periode ergens blijft om die hele keuken te leren kennen. Maar toen kwam Hongkong op mijn pad en toen dacht ik, dit is een kans die ik moet aangrijpen. Wat heb je daar gedaan? Ik was daar een chef de partie. Hun noemden het een culinarian, omdat wij op een werkvisum waren. Een holiday working visa. Ja. Dus dat is een mix van werken en vakantie. Dat is het enige visum wat je eigenlijk kon krijgen op die leeftijd. En ook met het beroep wat wij hebben, zijn wij niet echt experts die hun nodig hebben. Nee. Maar wel op die manier heb ik daar kunnen werken. En hoe lang zat je daar? Daar heb ik 6 maanden gezeten. Ja. Iets langer, maar toen kwam COVID ook om de hoek kijken. En toen heb ik eigenlijk de keuze gemaakt om terug naar Nederland te komen. Ja. Maar nu de aanleiding van Hongkong naar TFL, de French Laundry, is geweest. Ik werkte voor een Amerikaanse chef. Dat is Matthew Kirkley. Dat was de keukenchef. Dus je had Richard Eckebus, dat was de executive chef. En die had ook een rechterhand, dat was Matthew Kirkley. En die kwam eigenlijk op de helft van mijn periode bij Amber naar me toe. Hij zegt, Mike, wat ga je hierna doen? En wat zijn jouw dromen nog? Ja. En toen zei ik, ik wil de grootste worden, zei ik. Ik wil een van de beste koks van Nederland worden. Ja. En hij zegt, wat zou je daar nog voor willen doen? En toen zei ik, ik wil meer leren en meer doen. En toen zei hij, zou je naar Amerika willen? Toen dacht ik, ja. Tuurlijk. Tuurlijk, ja. Daar kwam de French Laundry al heel snel naar boven. Hij zegt, Mike... Hij zegt, daar moet je heen. Ja. Hij zegt, hoe je dat gevonden hebt. Dat ik heb daar gewerkt toen ik de Bocuse deed, zei hij. En hij zegt, dat is een wereldrestaurant. Hij zegt, het is niet voor niets een van de beste restaurants ter wereld. Ja. Onder leiding van een van de grootste chefs van Amerika, Thomas Keller. Ja. Hij zegt, als je daar heen zou willen, dan moet je dat zeker doen. Dus daar heb ik toen stage gelopen. 3 dagen. En op de 3e dag heb ik toen gegeten. En toen kwam meneer Keller naar me toe. Hij zegt, Mike... You're on board. En toen zei hij, je mag hier beginnen wanneer je vrij bent en wanneer je kan komen. En toen is dat heel snel gegaan. Toen kwam COVID nog even tussendoor. Dus ik heb nog een paar maanden thuis moeten zitten vanwege het visum. Ja. En toen daarna ben ik daar naartoe gevlogen en een fantastische periode daar gehad. En daar begon je? Als commis. Dus zijn filosofie in de keuken is, iedereen begint onderop. Ja. Of je sous-chef binnenkomt, chef de cuisine, het maakt hem niet zo heel veel uit. Waar je vandaan komt, hoeveel sterrenzaken je hebt gehad. Iedereen begint op dezelfde manier. Ja. Dus je begint onderaan, dus je hebt commis, die beginnen, dat is de basis, daar leer je het restaurant een beetje kennen. En uiteindelijk werk je dan op tot? Sous-chef zelfs. Ja. Dus, ja. Dan sta je dus naast die grote man, waar je eerst naast Lucas Rieven stond, sta je nu naast die Keller. Ja. Ja. En weer zo'n icoon ontmoet als meneer Rieven en meneer Keller zijn heel, heel vergelijkbaar. Liefde voor het vak, heel jong en de gast staat centraal. Wat heb je geleerd van Keller?
ik denk nog meer bezig zijn met de gast en niet veel met de buitenwereld. Meningen zijn er natuurlijk genoeg. Hij zegt, maar ga nou eens rekenen hoeveel gasten je hebt in het jaar en pak daar één negatieve mening uit. Hij zegt, hoeveel is dat dan waard als je de rest van de gasten allemaal met een geweldig gevoel naar huis stuurt? Ja. Afmaakzinnen heb ik voor je. Leuk. Toen ik de keuken van Shell Bleu binnenliep, zei ik tegen het personeel. Heet het personeel eigenlijk in de keuken? Nee, zei ik tegen de brigade. Brigade, ja. Zei ik tegen de brigade. Goedemorgen. Ja, ik kwam heel rustig binnen. Het is, ik ben wel iemand die kat uit de boom kijkt, puur om rustig binnen te komen. Ik ben niet iemand die meteen heel groot binnenkomt en hier ben ik. En, er kwam een nuchtere West-Fries binnen. Nuchtere West-Fries, zeggen ze dan. Het meeste heb ik geleerd van... Dat zijn er meerdere. Maar nee, ik denk, wil eentje horen. Dan Lucas Rieve. Oké. Ik wil nog wel eens eten bij... Geranium. Waar is dat? In Denemarken. Een drie sterrenzaak van Rasmus Koevoet. Voor mij een van de meest toonaangevende chefs in Scandinavië. Wat hij doet is uniek. Ja. We zitten hier overigens met allemaal dingen om ons heen die herinneren. Het is de kookstudio van Deborah Rieve. Allemaal dingen herinneren hier aan Lucas Rieve. Ja. Jij, toen je binnenkwam, zat je al meteen te kijken daar. Er staat daar een klein fornuisje. Ja, klopt, toen ik wegging. Dat heb jij aan Lucas ooit gegeven? Ja, toen ik wegging bij Lucas Rieve, wou ik hem een kleine aandenken geven aan onze tijd die wij samen hebben meegemaakt. En ik heb er zelf eentje voor mezelf gekocht en eentje voor hem. En die staat eigenlijk in mijn keuken thuis. Oh, en nu hier heeft hij een mooi plekje gekregen in de kookstudio. En wat ook een mooi plekje in jou, ergens in jouw nieuwe huis heeft, is messen van Lucas, begrepen. Ja, dat zijn heiligdommen, hè? Ja, die hebben een hele mooie plek gekregen. Die zal ik niet zo snel gaan gebruiken. Nee, die, is dat? Nee, die hebben een speciale waarde ook voor mij. Ik heb lang met hem mogen samenwerken en veel van hem mogen leren. Dus dat is wel iets unieks wat ik heb. Vraag heb ik ook voor je. De eerste weet ik wel, denk ik. Nederland kan op keukengebied nog veel leren van het buitenland. Ja. Die neem jij mee, die ervaring. Mijn vriendin, daar zit ze, is de enige die snapt hoe hard werken is. Of wat hard werken is. Ja en nee. Ik denk dat het niet alleen mijn vriendin is die achter me staat, maar ook een gezin van mijn familie en mijn broer die daar wel heel veel respect voor hebben opgebouwd. Maar mijn vriendin is zeker mijn rots in de branding, die mij altijd achter mij staat. Want zij zit zelf ook? Klopt, in de horeca. In de horeca? Pastrychef. Ja. Dus die is van de zoete kant. Ja, ja. Ook wel gezegd de plakhoek, zoals meneer Rieven. De plakhoek! Meneer Rieven dat altijd zei, maar zeker. Ja. Dus we zijn een gedroomd duo en... Dat is wel heel mooi. Ik zie al iets, want dat is de volgende vraag. Over een paar jaar beginnen wij samen een restaurant in Hoorn. Nee. Nee? Ik denk niet in Hoorn. Ik denk dat Hoorn nog heel veel te leren heeft over een culinair gebied. We zijn West-Friese. Dus wat de boer niet kent, vreet het niet. Ook wel gezegd. Het is lastig. Dat merkte ik ook toen ik bij Lucas werkte. Dat de gasten verwachten... een andere ervaring dan mensen van internationale afkomst. Dus als mensen naar Amsterdam komen, hebben ze al een bepaald gevoel zo van, oké, we komen hier. Ja. En het zijn andere businessgasten ook. Het is gewoon een hele andere ervaring. Dus dan wordt het een restaurant met z'n tweeën in Amsterdam? Nou, Amsterdam omgeving misschien wel, ja. Tussen Amsterdam en Oren? Dat wel, ja. Wel naar de kop. Wel zo dicht mogelijk bij huis. Bij Amsterdam, ja. Wat eet je zelf graag? Aziatisch eten. Dus ik vind Aziatisch eten heel erg lekker. Ook zo leuk om zelf te maken. Ja. Nou hebben natuurlijk de meeste chefs een signature dish. Of die hebben natuurlijk iets bijzonders. Heb jij die ook al? Nee, nog niet. Daar zijn we wel over aan nadenken. Maar het is meer zo van... Een signature dish is hartstikke leuk. Maar dat is een specialiteit, hè? Een specialiteit. Ja. Maar hoeveel waarde is die specialiteit als je hele menu goed kan zijn? Als het allemaal signatures zijn. Tuurlijk ga je iets ontwikkelen in de loop der jaren. Ik denk dat ik daar nu nog iets te jong voor ben. Maar als jij een 8-gangen diner krijgt en het zijn allemaal signatures. Ja. Elke keer weer. Dan ben je veel beter bezig dan één gerecht heel goed maken. Hoe ontwikkelt deze wereld zich? Jouw wereld, zeg maar. Als razendsnel. 25 jaar verder kijken, dan ben je 50. En dan ben je, heb je ergens een restaurant met je vriendin samen. En dan, hoe is die keuken dan? Ziet er hetzelfde uit als nu? Dat hopen we, maar ik denk dat het heel veel gaat veranderen.
ik denk dat we de ervaring moeten blijven beleven. Dus ik denk dat ook een horeca niet zo snel zal uitsterven qua beleving en dat soort dingen. Nee. Natuurlijk zal het eten misschien versimpeld gaan worden in de komende jaren. We zullen veel meer vegan en vegetarisch moeten gaan koken, omdat de toevoer van vissen, van vlees is gewoon veel minder aan het worden. Ja. En ja, daar moeten we wel mee bezig blijven. Ja. Als je nou op deze aarde terugkeert, ga je dan weer dezelfde stappen zetten in je carrière als nu, of doe je het dan anders? Nee, als dat mogelijk is, zeker. Okay. De mogelijkheid moet er wel liggen. Ik kom snel bij je eten. Dankjewel, Mike Klaassen.